kleine sprong in de tijd. Ik heb textures, kleuren wat verder afgemaakt. Er zit mos erop. En nog wat extra vuil. En nog een laag vuil. Het roest nog wat aangepast. Ja, het is gewoon een kwestie van een beetje klooien en kleuren mengen. Totdat het naar je zin lijkt. Maar goed, we hebben nog iets met normal maps te doen. Want we willen roestplekken of een soort lasnaden hebben. En een kleine textuur in het metaal. Niet te scherp, want het is oud. Maar toch dat het wel ja, een beetje verouderd en gebutst lijkt. Nou, we gaan dezelfde materiaal weer voor gebruiken. Kleuren gaan we uitzetten. Oh. Die uit, die aan. Een brush ervoor kiezen. Een diepte. 71% en dan deze materiaal. Dus we hebben Photoshop gemaakt, JPG geëxporteerd in het Crunch. Nou, is die geladen. De schaal is te groot, dus met een vergrootglaasje in de preview options iets verkleinen. En zo. En een nieuwe laag. Oké. Even kijken. Zwart. Hier staat op auto. Inzoomen. Ja, net iets te groot nog. Ctrl Z. Wat terug verkleinen. En de diepte, maar die regel ik hier al in die laag. Dus het moet er wat verweerd uitzien, maar dit is eigenlijk te hard. Dus Shift. Wat zachter maken. Dat werkt niet zo snel, zie ik. Dus dat is mijn basislaag van verwering. Die wil ik helemaal niet zo diep hebben. Eigenlijk al te ver, maar goed, daar bouw ik nog wat aan. Een tweede iets wat ik erin moet brengen zijn die restanten van dat lassen van die onderdelen die daar aan zitten. Dat zie je ook terug. Kijk, het referentiemateriaal hier en daar ook. Hier. Dat wil ik een beetje nadoen. Nou, wat ruwere brush. Deze, kleine, crunch map kan uit. En met control beweeg ik omhoog, muistoets, linker muisknop, verhoog ik de diepte, 233%. Kijk. Oh, wat op. Zachter maken nog, smooth. Ten slotte al oude vormen. Shift. Ctrl Alt, bewegen naar links.
Oh, ik kan het weggegund nog. Beetje uitvlakken nog. De shift-toets. Nou, zo klooi je verder totdat je iets hebt naar je zin. Een ander belangrijk ding wat ik er nog in wil aanbrengen, is er weer een nummer daar. En die heb ik in Photoshop ook gemaakt. Staat dus hier, recht onder dat ding daar. Terugkijken, ja. Hier heb ik een TGA materiaal. Show. Reset dat die proportioneel even klopt. En die is ongeveer verticaal. Het is niet precies, een beetje handgemaakt eruit zien. Het is kleiner. En dan moet ik hem wat verplaatsen. Dus dit wordt zometeen dat nummer wat daar ingezet wordt. Zoiets. Ja. Oké. Oh, inzoomen. Kan ik hem weer terugplaatsen natuurlijk. Nou, hier ongeveer. Dat was de lasmaat. En dit was een nummer. Ja, maar iets te hard. En kijk, we willen dus niet met 200%, met 50-60%. Kijk wat die doet. Het ziet er al beter uit. En dan hadden we nog een nummer. Kijk. 4794 en dat komt daar rechts. Even kijken hoor. Zo. Dat is deze. De zwarte afbeelding, Photoshop met de grijzere tinten en hoe lichter, hoe hoger het komt. Nog even resetten. Even kleiner. Ctrl-Alt. Linkermuis nog beeld naar links verschuiven. Even kijken hoe groot die ook alweer moest zijn. Halverwege daar, nou zelfs een band. En bij die schroeven. Even kijken. Ik denk. Zoiets wel. Zo. En deze, nou die doe ik ook op dezelfde manier. Kijken. Ja. Moet iets uit. Misschien. Weird. En ook wat weghalen nog.
Even kijken, dan haal ik het materiaal eruit. Dan gaan we met deze iets missen. Kleine sprong in de tijd weer. Ik heb wat roest extra aangebracht. En die bumpmap hier over het model. Nou, dingen wat gladder gemaakt. Shift key. En daar wat detail toegevoegd. En ja, tijd om het model te exporteren naar Lightwave. En het daar in elkaar te zetten. File. Export model. En deze naam. Yes. Mid-poly, want ik wil wat hogere resolutie erin. TGA. Prima. Kleur. En normal maps, padding maps en de specularity die breng ik er later in aan. Oké. En terug naar modelaar. File, dat object. En daar. Het kan opladen. En daar staat hij. Normal map wel. Nou, die gaan we plakken in het grotere geheel. Selecteren. Kopiëren. Plakken. Kijken hoe het alles bij elkaar goed staat. Ziet er goed uit. Tank geladen in layout. En een paar proefrenders maken.